Nou, als je afgaat op het komende pensioenakkoord, dan denk je dat werkgevers in Nederland allemaal staan te applaudisseren bij het idee dat werknemers straks tot 67 gaan doorwerken. Maar als je kijkt naar de praktijk binnen organisaties, dan is daar tot op heden nauwelijks sprake van. Organisaties zijn eigenlijk toch werknemers rond de pensioenleeftijd liever kwijt dan rijk. Dat klinkt een beetje cru, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Het aantal organisaties dat werkelijk stappen zet om ouderen rond de pensioenleeftijd langer te houden, is minimaal. En het omgekeerde komt veel vaker voor. Werknemers rond de 60 die worden toch nog steeds in grote getalen vriendelijk uitgewuifd, wanneer er ook maar enigszins mogelijkheden toe zijn. Dus simpelweg het idee dat met een verhoging van de AOW-leeftijd ouderen massaal langer gaan werken is te simpel. Als je kijkt naar de kwaliteitseisen die aan ouderen en jongeren worden gesteld, dan zijn die eigenlijk in zekere zin heel vergelijkbaar. Werkgevers wegen harde kenmerken, zoals wij dat hebben onderzocht, denk aan opleidingsbereidheid, fysieke belastbaarheid, flexibiliteit, heel zwaar mee in hun oordeel over productiviteit. Het problematische is dat ouderen op dat soort kwaliteiten veel lager scoren in de ogen van werkgevers dan jongeren. Jongeren die worden gezien als misschien niet zo loyaal en niet zo betrouwbaar, maar wel als flexibel, belastbaar, opleidingsbereid en handig met nieuwe technologie. Voor ouderen geldt eigenlijk het omgekeerde beeld. Ze worden gezien als loyaal, betrouwbaar, sociaal vaardig, maar dat helpt hun eigenlijk heel weinig. Uiteindelijk is het feit dat ouderen worden gezien als zwak in termen van nieuwe technologie, niet zo belastbaar, minder flexibel, dat staat hun eigenlijk heel erg in de weg. Hoe wordt er aan andere landen hierover gedacht? We hebben een onderzoek gedaan in 8 Europese landen naar de beelden die werkgevers hebben over productiviteit en kosten. En dan zie je eigenlijk een heel vergelijkbaar beeld. In al die landen is het beeld dat men heeft van jong en oud en ook hoe men het weegt in oordelen over de totale productiviteit nagenoeg identiek. Productiviteit is natuurlijk één kant van de medaille. De andere kant zijn de arbeidskosten. In datzelfde onderzoek waar ik net over sprak, daar hebben we werkgevers gevraagd hoe men kijkt naar de arbeidskosten als resultaat van de vergrijzing. En daar komt Nederland toch afgetekend uit naar voren. In Nederlandse werkgevers, daarvan denkt 3/4 dat de arbeidskosten toenemen als gevolg van de vergrijzing. In andere Europese landen is dat veel minder. Nederlandse werkgevers zien dus de vergrijzing van een organisatie als een ontwikkeling die leidt tot toenemende arbeidskosten en een gelijkblijvende of zelfs dalende productiviteit. Dat is iets wat in een vergrijzende arbeidsmarkt toch tot spanningen kan gaan leiden. Wat we eraan kunnen doen is nog niet zo eenvoudig. Kijk, de traditionele oplossingsrichtingen zijn meer opleiden van oudere werknemers, beter opleiden zodat de productiviteit omhoog gaat en dat er geen kloof ontstaat tussen productiviteit en arbeidskosten naarmate men ouder wordt. Dat is één oplossing. De andere oplossing is toch het taboe verwijderen van het begrip demotie. Demotie betekent, als de productiviteit omlaag gaat, dan kan ook wel eens de beloning neerwaarts worden bijgesteld. Dat is iets wat nu eigenlijk nog heel erg weinig gebeurt. Want de kern is toch dat wij gewend zijn dat inkomens stijgen met de leeftijd. Daar aan sleutelen zal minder eenvoudig zijn dan wellicht op het eerste gezicht lijkt. Er zijn allerlei aspecten die daarmee te maken hebben. Werknemers kunnen gedemotiveerd worden. Werkgevers kunnen denken, ja, dat is ook wel een hele hoop gedoe. Maar basically is het zo dat in een vergrijzende arbeidsmarkt en in een vergrijzende organisatie, een situatie waar inkomens alleen maar stijgen met de leeftijd, terwijl de productiviteit kan teruglopen, moeilijk houdbaar zullen blijken.